Mensen, goedemorgen. Ik ben hier vandaag met Wey Lemido. Deze week ga ik jullie meenemen naar wat we allemaal gaan doen. Zoals je ziet, we staan bij het Jan de Boefri College. En ik ga jullie zo verder laten zien wat we gaan doen. Sam weer, ik ga jullie even meer uitleg geven over wat we deze week gaan doen. Deze week is de Global Future Week. Houdt in een week van duurzaamheid. Wij gaan allemaal verschillende workshops, tenminste niet geven, maar houden. Dat hebben we geregeld. We zijn even alle lokalen aan het klaarzetten, zoals jullie zien. En ik laat jullie straks weer meer zien. Ontvangstregistratie staat helemaal klaar. Floor, heb je wat te zeggen? Nou, we gaan het evenement knallen. Mensen, het evenement is begonnen. Wij staan hier met z'n allen nu. We gaan bespreken wat we gaan doen nu. Wil je wat tegen mijn kijkers zeggen? Ja, gezondheid. Wat kunnen de mensen nog verwachten deze week? We kunnen vrijdag een afsluiting gaan verwachten. Een script. En een script, ja. Een script. Dat is eigenlijk wel handig. Kijk, Meert is net met een hele slimme oplossing gekomen. Dat weet ik. We moeten een script maken. Maar ik vind niet zo netjes dat je me onderbreekt. Sorry, wat kunnen we deze week nog? Nee, zeg maar, wat kunnen we deze week verwachten? Zo gaan we niet te werk. Dus ik dacht niet meer te zeggen, moet je het zelf doen. Ja, mensen, we zien zo verder hoe en wat. Ik ga een paar workshops filmen. En dan... Ik ga jullie nu even laten zien. Klein stukje van een workshop. Welke workshop moet ik nu geven voor? De duurzaamheid en installatie. Ik ga jullie even een klein stukje laten zien, mensen. Kijk eens aan. Nou, zoals je kan zien, worden nu hier de workshop gegeven. We zijn bezig met vastpoppen aan het knippen en plakken. Hé, hey, mensen. We zijn hier bezig met het plakken. Een beetje vrije tijd nu. Wat de workshop is. Kijk eens. Zo gaat het werken, dat is wel droog. Ik ga even met Mido en Edson mee. We gaan even aankloppen bij de lokale. Om ze te vertellen dat ze nog maar 10 minuutjes hebben. Hoe, wat ga je doen? Ben je niet goed voorbereid? Edson. Zeg wat voor me voor. Daar moet je bij pakken. Mensen, ik heb net aangekomen bij de workshopleiders. Om aan te geven dat ze nog maar 10 minuutjes hebben. Dat is dan ook gelijk de laatste workshopronde. Daarna gaan we lekker alles legen om af te bouwen, et cetera. Mensen, dit is volgens mij het laatste fragment van vandaag. Zijn we aan het doen? Kijk, voor en Esso, kom ook even kijken. Kijk, lopen wij het lokaal helemaal op te ruimen. Mooi. Wil jij nog iets afsluiten voor deze mooie dienst? Nee, maar thanks. Nee? Nee? Ik weet je had verwacht dat ik jou zou zeggen, maar nee. Oké, dat is jammer. Mensen, dit was een hele leuke dinsdag. In het volgende fragment is het alweer woensdag. Dus, hey. Ciao, tot zo. En een goedemorgen weer, mensen. Nieuwe dag, nieuwe workshops. We leggen nu allemaal eten in alle workshopruimtes. Edson, goedemorgen. Hoe is het met jou? Lekker. Hoe is het met jou, jongen? Hey, allemaal. In dit fragment. Ik kan echt niet vloggen, merk ik, maar mensen, we lopen nu mee met een workshop waar zij bloembollen hebben gemaakt en deze gaan gooien in of neerleggen in het zand en daaruit gaan waarschijnlijk allemaal bloemetjes groeien. Ik ben aan het kijken wat die mensen aan het doen zijn. Mido, Mirten, ik weet niet wat ze allemaal aan het doen. Ik kan gewoon doorgaan, Irenia. Kijk, mensen, nu ga ik ook gewoon weer filmen, want Mido wil niet met Irenia mee de spiegels ophalen bij de IKEA. Irenia, kan iemand alsjeblieft normaal uitleggen wat het probleem nu is? Het was weer eens tijd, om aan te kloppen bij de workshopleiders. Ze hebben maar 10 minuten. Hierna gaan ze naar excursie. Ze gaan op excursie, sorry. Ik ben zelf bij het Tropenmuseum ingedeeld. Daar ga ik met Edson naartoe. Ga ik eerst van...
Nieuwe dag en nieuwe fragment, mensen. Ik ben vandaag op het Flowbureau en toevallig, kijk eens wie binnenloopt. Edson. Hoi. Vandaag zijn we niet bij de Global Future Week, maar bij de Tryout Day, die straks gaat plaatsvinden. Tenminste straks. Voor ons straks en voor jullie waarschijnlijk vorige week. We gaan zo beginnen met opbouwen. We zijn lekker vroeg vandaag. Ik laat jullie zo weer zien. We gaan even Ilenia ophalen, want Ilenia is de pasje vergeten. Tenminste, we gaan nu even uitkijken. Ilenia, deur gaat niet open. Er is geen pasje bij zich. Ik moest erop halen. Mensen, zijn de zesde moet even alle spullen voor de tryout day naar beneden halen. Ik ben ze mentaal aan het helpen. Zoals je ziet. Meerte, lukt het? Ja. Maar er moet altijd iemand zijn, mensen. Die voor de mentale hulp. Kijk, zie je? Je kan het, David. Ja, joh. Klootzak. Mensen. Zorg dat je altijd iemand hebt die je motiveert, als je zo zegt. Je hebt gewoon echt hey mensen, ik maak dan maar een grapje, hè. Ik ben super hard aan het werken, zoals je ziet. Ik heb dit allemaal net klaargezet. En nu zijn mijn collega's eigenlijk aan het werk. En dat heb ik net ook al gezegd, dus ik begrijp niet waarom ik dit weer film. Ja. Ik begrijp het niet, maar ik probeer jullie te vermaken, mensen. En ik probeer allemaal dingen te lullen nu, zodat de vlog een beetje leuk lijkt. En volgens mij komt Ilenia nu toevallig, want haar hulp hadden we wel nodig. En ja, Ilenia, ik heb net aan de kijkers verteld dat er altijd iemand moet zijn die mentale steun geeft. Dus die iedereen oppept en zo. En ik vind het fijn dat ik dat ben. Dat ben jij zeker. Ja, dacht ik. Nee. Maar vertel eens, je bent een gewoon goede taak een voor mij. Ben je. Het is een goede taak voor mij. Weer een nieuwe dag, mensen. We zijn vandaag bij de afsluiting van de Global Future Week. Ik ben met Mariam, Kato en Mido. Ze zijn even de fotoboot aan het opbouwen. En ik geef ze, zoals ik al zei, mentale steun weer. Ja, zoals gisteren, toch? Ja. Wat is jouw beste leerling? Ja, ik ook. Ik heb iets heel moois geleerd de afgelopen skills. Skills gaan natuurlijk over talent. Maar talent alleen is niet de sleutel van succes. Het is echt veel meer. Het is doorzettingsvermogen, het is vertrouwen in jezelf. Doorgaan als je moe bent, als je niet meer zit zitten. Niet zenuwachtig worden als andere mensen te tegen zijn. Film gewoon, hè? Dit is Mido, mijn peet-oom. Niet zonder de mensen. Mensen, we zijn weer op school. We zijn weer op flow. We zijn klaar met de Global Future Week. Het was leuk om voor jullie te filmen. Bedankt voor het kijken allemaal. En wij zeggen met z'n allen tot de volgende video. Mensen, kun je allemaal even doei zeggen? Doei! Als je dat hoort...